Nou, tegenwoordig heeft ieder mens heeft een smartphone, heeft een computer, een pc, een tablet. Steeds meer levenloze objecten worden geconnecteerd met het internet, verbonden met het internet, het hele internet van dingen. En die scheiden allemaal data af, ruwe data, nulletjes en eentjes. En daar kunnen we als samenleving iets mee. Als je het gaat filteren, gaat aggregeren, kun je komen tot verrassende nieuwe inzichten. Voorheen stuurden bedrijven heel vaak hun strategieën aan op basis van gegevens uit het verleden. En nu zie je dat er dus een real-time karakter aan te pas komt. Doordat je sociale media als Twitter en Facebook opeens kunt binnenhalen en daar kunt gaan reageren. En daar zit denk ik de kracht in. Dat je allerlei verschillende bronnen van informatie, je eigen databases, je eigen spreadsheets, maar ook filmpjes, foto's, Twitterberichtjes van buitenaf, gegevens van het kadaster, gegevens uit Google Maps. Dat kun je allemaal bij elkaar halen, verzamelen en dan kun je tot verrassende nieuwe inzichten komen. Nou, er zijn ook geen grenzen aan big data. We komen uit een tijdperk van, uit het fysieke tijdperk, het tijdperk van de atomen, wordt gekenmerkt door schaarste. En nu belanden we in een tijdperk, het digitaal tijdperk, en daar zijn nulletjes en eentjes in overvloed. Dus er zijn op dit moment geen limieten. En daar zit dus ook de kracht in, als je al die verschillende bronnen van data bij elkaar brengt, kun je dus komen tot compleet nieuwe inzichten waar je van tevoren nooit over nagedacht had. De algemene evolutie die je ziet is dat technologie steeds vaker naar de achtergrond verschuift. Vroeger hadden we de mainframe in de kelder, de desktop per se op ons bureau, de laptop op onze schoot, de smartphone in onze hand. En tegenwoordig dit soort devices dragen op je pols. En je kunt zelfs al pillen inslikken die data van je registreren. Dus technologie komt steeds dichterbij, wordt steeds intiemer, steeds persoonlijker, maar wordt ook steeds vaker onzichtbaar. Dus als je kijkt naar een toekomst van over 5 jaar, dan is big data is jouw digitale assistent. Die jou via een appje op je telefoon of op je smartwatch op allerlei manieren probeert te ondersteunen. Nou, big data in de financiële sector heeft er heel veel mee te maken dat bedrijven in de financiële sector zitten gewoon op een enorme berg goud. Op een enorme bron van data. En er liggen een hele hoop gemiste kansen. Want al die data van je transacties, wat je gekocht hebt, daaruit kun je voorkeuren destilleren. Wat vindt iemand interessant? Wat zou die in de toekomst willen kopen? En daar je gaat het dus naartoe dat je een soort van digitale avatars, digitale evenbeelden van mensen kunt maken. Waar je als bedrijf dus iets mee kunt doen. Eigenlijk weet de cloud, het netwerk, al vele malen beter wat mijn allerdiepste verlangens zijn dan ik zelf weet. Dus daar kunnen bedrijven de financiële sector op inspringen. Het slaat een brug tussen de klant en de diensten, de producten die je levert. Allerlei barrières worden in één keer weggenomen omdat bedrijven dermate veel inzicht krijgen. Omdat je als het ware een soort van digitaal evenbeeld in de cloud hebt. Dat het netwerk naar je toe komt en jou op maat kan bedienen. En dat willen mensen. Het is van last naar lust.